Wat een geinig autootje. Hallo Marit. Ja toch? Ja, hoi. Wat gaan we doen? We gaan vandaag sprongtraining doen. Plank, elastiek en springen. Wordt het heftig? Ja, volgens mij wordt het wel een zware training, ja. Ja, je deed erom. Rens, wat gaan we doen precies? Aan de bak. We moeten 8 keer 2 minuten springen en lopen plank. Dus wordt wat. Weer helemaal goed, dus daar ben ik wel blij mee. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar gelukkig heb ik er helemaal geen last meer van. Ik kan gewoon eigenlijk alles doen wat ik wil. Nou, ik denk dat het zoals bij iedereen is, een tandje erbij. Hè? Harder trainen, beter trainen, slimmer trainen. En we zijn allemaal kampioenen in de zomer. Ah, deze training ligt mij op zich wel, ja. Ik moet er toch een beetje van kracht hebben en sprongen. Dus ik vond het wel een van de leukere trainingen. Nou ja, genieten. Het is altijd nog wel een beetje pittig, maar je doet het om goed te schaatsen van de winter. Vorig jaar 2 meiden als ploeggenoten. Nu 1, maar wel 1 die pret maakt voor 2. Dus het is hetzelfde als vorig jaar, of niet? Ja, nee, goed. We hebben een iets kleiner ploegje, maar we hebben het wel leuk met elkaar. Jaar een andere trainer volgens mij jij? 5 als je gewest oosten erbij rekent. Best wel lastig. Nou, een beetje afwisseling. Je leert een heleboel. Elke trainer heeft weer een ander oogpunt, ziet dingen weer anders en dat moet je eigenlijk allemaal meenemen natuurlijk. Het is tijd om te gaan eten. Ja. En dan even op je bed liggen? Nee, we hebben vanavond nog mental training. Dus het is wel mooi om te zien dat we toch zonder sponsor alle aspecten goed voor elkaar hebben. En dat prijst alleen maar de hele ploeg en ook de technische staf die dat toch allemaal geregeld heeft.